Hallo iedereen, welkom terug bij een nieuwe video van FIFA Watch. Je ziet hier de stand. We staan op de eerste plaats, RSC Anderlecht met 15 punten. De tweede plaats, Gent ook met 15 punten. En op de derde plaats, KV Kortrijk met 10 punten. Dat zijn dus onze eerste achtervolgers. De eerstkomende matchen zijn tegen Antwerp, tegen Tottenham voor de Champions League. Dat is de eerste keer met Anderlecht Champions League, dan tegen Zultenwaardenham. En dan tegen het beruchte Club Brugge. Dus het zit echt, het is echt een mooi schema. Het ziet er echt een mooie matchen uit dan eruit komen. Maar we hebben een probleem gehad, namelijk Bakkali. Ik kreeg opeens een melding van... Ja, de afkoopsom is betaald. Bakkali is weg. Ik dacht, what the fuck? Bakkali gaat echt niet weg. Dus wat ik direct heb gedaan, is zijn contract verlengen om voor te zorgen dat hij natuurlijk niet weg kan. En de afkoopsom opdreigt naar 10 miljoen en een beetje. Eerst heb ik geprobeerd voor 20 miljoen te vragen bij Bakkali, maar dat ging niet. Ze wouden maximaal 10 miljoen 200.000 euro van afkoopsom doen. Dus ja, Bakkali... zijn manager wou alleen 10 miljoen 200.000 euro. Dus ja, na een tijd heb ik gezegd, ja, Voert, oké, dat gaan we wel accepteren. Ik denk niet dat er een club 10 miljoen euro gaat betalen voor Bakkali. Allee, dat is toch redelijk veel, maar ik vind het echt wel een goede speler. Zijn leeftijd is 23 jaar, heeft een algemene rating van 72. Dus ja, de afkoopsom is 10 miljoen 200.000 euro. We hebben een contract en hij blijft langer bij ons. Dan, ons elftal tegen Antwerpen is een heel B-aftal. Hazard, Nunes, Aschampong, Herkens, Cabral, Diahana, Saif, Borneo, Quiroga, Najjar en De Jong. Dat zijn voornamelijk echt allemaal B-aftal spelers. Dat zijn echt de jeugd. We spelen nu met echt bijna een volledige jeugd. Bijna niemand van A-aftal speelt normaal nu mee. Nunes schiet en die bal gaat erover. Eerste poging voor tegen Antwerp. Nunes met het shot en ja, Diahana speelt echt een goede match. Heb ik al gezien. Diahana, Nunes. Nunes, kapbeweging, legt hem klaar, Cabral schiet en die bal gaat er net naast. Mooie kans voor Anderlecht, ook een prima speler die Cabral, sorry, Cabral is het. Ook een prima shot, kijk naar de herhaling en die bal gaat er maar net naast. Ja, het is echt de jeugd van Anderlecht dat nu speelt, Haroun. Van onze scouts, Haroun, in de handen van De Jong. De Jong, ook in zijn eerste match dat hij meespeelt, kwestie van wat ervaring op te doen. Diana is echt wel een goede speler, maar nu is het antwoord die laten we zitten even naar Verhoef, Rodriguez, maar het is De Jong die weer de bal opeist. Antwerp, Haroun. Haroun, kapbeweging, Haroun misschien nu, ja. Ja, legt hem klaar en in de handen weer van De Jong. Antwerp probeert en zet druk nu, Diana. Diana, gaat die man voorbij? Nee, hij gaat kap. Diana, gaat die man voorbij? Wat gaat hij doen? Legt een mooie pas voor Hazard. Diahana, die schiet en die bal gaat erin. Wat een goal van de jeugdspeler. Het is zijn eerste match bij Anderlecht. Hij komt echt van de jeugd. En hij schiet hem de bal direct erin. Het is echt een prima speler. Het is echt een talent. Ik ga hem godverdomme. Ik ga hem vaker opstellen, want het is echt een prima speler. Rodriguez, Opari. Mobokani, ex-Anderlecht. Ook nog interessant voor te kopen. Dat is 1-1. We waren aan het slapen, zeker. Mobokani kan ik kopen tijdens de wintertransferperiode. Is wel oud van leeftijd, maar het is echt wel een goede spits om hem echt te spitsen. Aschampong schiet die bal erin direct naar de 1-1, 2-1, 54 minuten ver. En misschien gaan we dan toch geen punten verliezen tegen Antwerp. Aschampong zorgt dan toch voor die beslissing met zijn snelheid en zijn pure afwerking. En zo staat Anderlecht 2-1 tegen Antwerp en Saif loopt erbij en de jeugdspeler natuurlijk ook. De jeugdspeler lijkt eigenlijk wel oud. Diahana, weer aan de bal, speelt echt een prima match. Hazard, Aschampong, weer de ruimte, weer de vrije ruimte. Kan het 3-1 worden, maar die bal wordt afgeblokt door de doelman. Bijna Aschampong met de 3-1. Cabral wordt gewisseld door Malinowski, die nu ook meedoet. Heeft ook een mooie match gespeeld tegen deze Henk Malinowski en kan nu weer terug meedoen. Die wordt gewisseld. Malinowski is op het veld. Ondertussen bij Antwerp, Nazarwaai erin en Rafailov eruit, echt klaar, maar die bal... is traag. Oké, de match is afgelopen. We winnen deze match met 2-1. Ik dank jullie iedereen voor het kijken. En de volgende video, daar begint het echte verhaal. De Champions League tegen Tottenham. Dank je voor het kijken. Ik zie je in de volgende video. Yo.